Waar kom je vandaan? Amstelveen. Jij? Ik ook. Het is echt een duur. Wat is dat, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Zoals jullie zien, ik zit weer niet in mijn eigen kamer, want ik ben nog steeds bij Gio. En wij gaan vandaag dus weer een soort van challenge opnemen in 24 uur. Deze keer is het geen TikTok, maar deze keer gaan we een date proberen te fixen van mij in 24 uur. Oké, maar ik ben zelf niet zo goed met de chicks, dus ik heb hulp ingeschakeld. Kom erbij. Maar dit is dus Marissa en zij is dating expert en een vriendin van mij. En zij gaat mij door de dag begeleiden. We moeten sowieso nog eventjes een goede outfit voor je scoren. Vind je mijn outfit niet goed? Nou, dat niet, maar we moeten wel echt eventjes goede gewoon... Oké. Je gaat hier niet mee op date. We gaan dus proberen een date te regelen binnen 24 uur. Maar dat gaat niet zomaar, we hebben een paar regels. Want het mag natuurlijk niet te makkelijk worden. We mogen niet iemand benaderen of benaderd worden via Instagram. De date zelf moet plaatsvinden binnen 24 uur. En het mag niet iemand zijn die je al kent. Dus ik zeg, let's go, we gaan een outfit zoeken. Ja. Op dit moment zitten we in de auto. Gio en Alex gaan ook mee, want... Waarom ga je daar? Eigenlijk moest je de vrouw voorin laten, hè? Ik weet niet... Ja, wat is dat nou weer? Dit is alweer een minpunt op je date skills. Luister maar. Oké, dit is een goed begin. Oké, maar het is op dit moment 4 uur. We hebben dus tot morgen 4 uur 's middags de tijd om die date te fixen. Maar voor nu gaan we eerst naar de Bijenkorf een nieuwe outfit scoren, want... ze vindt mijn outfit niet mooi. Oké, we zaten dus net in de auto en Gio, die begon te toeteren met mijn auto. Dus zo'n guy werd mad, hij stapte uit en zo. En die beelden komen hier nu. Zo deze auto denk ik, gooi hem er even voor. Doe even Biggie. Ja, doe. Ai, nu ga ik een probleem. Hoor, hij stapt echt uit. Hallo. Wat zit je te filmen, joh? Wat? Ik film niet. Dat is... Ik film niet. Wat zit je te foto's te maken dan? Dus deze guy heeft mij bijna vermoord, eigenlijk. Oké, maar we zijn dus aangekomen in de... Bijenkorf. Oké, en jij... Ga jij mijn outfit uitzoeken? Ja, oké. We beginnen bij de kinderafdeling. Oké, weet je... Stop maar. Weg. Oké, jij hebt alle macht, hè? Jij kan alles uitzoeken wat je wilt. Als het lelijk wordt, hè? Later. Ze heeft dus een eerste outfit voor mij uitgekozen. En het is echt iets wat ik zelf nooit zou dragen, maar... We gaan voor een pantalon. Moet netjes zijn. Met een blouseje en eroverheen het thuis. Even kijken wat er staat. Dit is look 1. Wat vind je van? Ik ga het terug. Ja, ik vind het tof. Oké, dit is dus de eerste outfit. Is maar zij heeft er meer gepakt, dus we gaan kijken. Nou, dit is outfit 2. Je vond deze minder, toch? Ik vond die andere ook leuker. Oké, dit is outfit 3, maar ik denk dat de eerste toch beter is. Ik denk de eerste, man. Nou, deze is ook wel leuk, hoor. Hey, volgens mij ligt het gewoon aan de persoon. Oké, nou, dan is alles lelijk. We zijn er wel achter. Het is dus beslist, dit wordt de outfit. We gaan nu nog even kijken voor schoenen, want die schoenen kunnen echt niet eronder. Let's go. Zou je mij daten? Oké, pak ezel. Gaan het afrekenen. Let's go. Hey, wacht. Oké, ik heb expres gezegd dat ik alweer de camera aan moet doen. Let op. Hij wil een date fixen, wat gaat hij doen? En laat het meisje de dingen tillen. Minpunt. Coach, jij moet dit soort dingen tegen mij doen. Nee, jij moet dit uit jezelf doen. Mensen, we gaan nu weer naar huis. We gaan kijken of we ondertussen nog wat chicks kunnen spotten die op date willen gaan. Dus, date mij! Ik ben afgewezen! Kom terug! Kom. Mijn eerste afwijzing. Het komt goed. We zijn terug in het appartement van Gio. Het is inmiddels al 7 uur, want het was zo druk in de stad. Dus. Maar goed, de outfit is binnen en ik ga hem nu even aantrekken. Dit is dus de outfit. Ik heb de schoenen van Gio geleend, want ik dacht ik ga niet helemaal nieuwe schoenen kopen voor de video. Ik heb deze kleren al gehaald. Maar dit hemd is nog een beetje kreukelig, dus we gaan hem even strijken. Want Gio heeft dus blijkbaar ook een strijkijzer. Die we even nu gaan pakken. Ik word kaulo smooth. Ik word zo smooth. Het hemd is gestreken en we zitten nu dus te bedenken hoe we nog meer een date kunnen fixen. Want het is natuurlijk wel een beetje laat. We kunnen niet nu nog de straat op gaan en er helemaal mensen aanspreken, want... Dat is raar. Het is eigenlijk sowieso raar, maar goed. Dus wij hadden het idee om te gaan tinderen. Maar daar heb je natuurlijk mooie foto's voor nodig, want daar beoordelen ze je op. Dus we gaan eerst even wat mooie Tinder-foto's maken. Kijk hem zitten dan. Hoe moet je kijken? Ja, zo ja. Nee, niet zo. Oké, mensen, de foto's zijn gemaakt. We gaan nu het profiel aanmaken. Oeh. Ja, die is wel goed, hè? Allee, kies jij maar. Kies jij maar op welke jij mij het meest zou daten.
Zal ik ook je foto's anders even bewerken? Nee, maar gewoon even... Oh, kan je mijn ogen open editen? Nee, dit is dus de foto die we net hadden gemaakt en op Tinder gaan gebruiken, mensen. Oké, we hebben wat thuisbezorgd ook besteld. Het eten is gearriveerd. En ik dacht, laten we anders gaan oefenen voor de date alvast. Eigenlijk dacht ik dat, maar oké. Okay. Alex had wel het geniale idee om kaarsjes aan te doen. Dus, ja, dus we gaan even... Alex, oeh! Drijpt hij allemaal kaarsjes om eten. Boeit helemaal niet. Oké. Okay. Oké, dus hoe doe ik dit? Mevrouw, dating expert. Geef me tips. Zeg gewoon. Oh, ik zie je maar uit of zo, weet ik veel. Vraag wat, is het lekker? Vind je het lekker? Ja, het is wel echt lekker. Het ziet er mooi uit. Waarom zo snel? Dat was iets te snel, kijk. Jij vraagt, is het lekker? Dat van, jawel. Ja, je ziet er mooi uit. Het was gelijk uit. Ik wil niet meer op date. Babe, moet ik voordoen? Ja, alsjeblieft, doe het voor. Fuck out, man. Nee. Fuck out, man. Yo, oké. Wat moet ik mee doen? Jij zei... Hij is echt zo heel stoer. Ik laat wel zien hoe het moet. Babe, je ziet er mooi uit, babe. Dank je. Okay. Wacht, laat mij het gesprek. Ik weet hoe ik dit ga doen. Als je dat erin gooit, ga je wel fijn doen. En waar kom je vandaan? Om zijn been. Jij? Ik ook. Dat is echt een beurt. Wat doe je hier dan? Ja, ik was uit. En toen was vanavond een meertje. En toen was ik in de buurt. Kaloos. Was die goed? Ja, ik vond het wel goed. Ja? Oké dan, we hebben onze eerste match, boys. Best snel toch? Heb je nu al een match? We moeten een bericht opstellen, hè? Oké, we gaan echt... Wacht, wil ik hier mee op date? Ja, het is een leuk meisje. Nee, maar kijk, dit is een standaard berichtje wat we naar iedereen gaan sturen. Hey, zin om... Oké, dus jij gaat dit naar iedereen sturen? Mm-hmm. Hey, zin om morgen wat te lezen? Ja, we moeten morgen... Want tenminste, we gaan vanavond niet op date, dus je moet morgen... 7 Tinder profiel tips, zo krijg je vanavond al 10 keer zoveel matches. Ah, die heb ik wel nodig. Die hebben we wel nodig. Ik wil gewoon een date! Oké, de caption is, geniet van de kleine dingen in het leven. Wink smiley. Als je snapt wat ik bedoel. Maar goed, er is dus eigenlijk niet veel meer wat we vandaag nog kunnen doen om een date te fixen. Dus we gaan gewoon morgen verder en kijken of we morgen op straat nog iemand kunnen vinden. De volgende dag. Het is weer de volgende ochtend en wij worden dus wakker met een verrassing, joh. Als je zo naar buiten kijkt, zie je helemaal niks, maar dat komt dus. Het heeft blijkbaar gesneeuwd en... Oh, sneeuw is weg. Oké, het had dus gesneeuwd, maar sneeuw is zowat weg. Alleen, er hangt één dikke mis, joh. Ik werd dus wakker en ik heb blijkbaar best veel Tinder matches. Alleen... Nee, ik werd dus wakker. Ik ga je echt klappen. Nee, maar ik werd dus zo wakker en ik zag dat ik... ik ging mijn Tinder checken en... We hebben op zich best veel matches. Alleen ze reageren niet echt, dus dat is minder. Oké, maar wij gaan dus straks de stad in om te kijken of we in het openbaar wat chicks kunnen fixen. We zitten op dit moment in de auto en Gio wilde graag een keer in mijn auto rijden, dus... Nou ja, meer gewoon omdat jij niet kan rijden. Ik gun jou dat je mag rijden en dan ga je dit zeggen. Hey, hoe vind je me, Waggy? Ja, het gaat wel lekker, man. Ik zeg je eerlijk. Oké, maar mensen, jullie moeten me wel even helpen, hè. Hoe doe ik dit? Gewoon direct zijn, maatje. Oké, nou, dit zijn echt hele goede tips. Eventjes later. Oké, er lopen nu allemaal mensen langs, maar ik kan dit echt niet, man. Even een tandje. Yo, help me. Hey, bro. Even een tandje. Ik kan dit je echt. Je durft niet. Ja, ai, doe voor. Je loopt zo gewoon. Hey. Hey. Hoe is het? Ja, goed. Ik ga niet hoe het met mij is. Ik zie het. Humor, ja, humor. Ja. Ja, met mij gaat het goed. Ja? Zullen we een keer op een date? Ik heb een vriendje. Oh, ik ook! Ik ook! Oké, we zitten dus weer in de auto. En ik heb het geprobeerd, maar niemand wil gewoon op date met mij. Ik wil wel. Ah, ik niet met jou. Nee, maar we hebben dus gewoon chicks aangesproken en zo. Ik kon het helaas niet filmen, want ik kan niet die camera in hun gezicht houden. Maar jouw tips hielpen niet. Omdat je ze niet goed uitvoert, maatje. Maar ja, het is op dit moment dus... 4:10. Ik heb nog 10 minuten om een date te vinden. Ja, Tinder is ook geen succes. En ik denk niet dat ik nu nog binnen, 9 minuten een date ga vinden. Okay. En goed mensen, ik zit dus weer in het appartement. Met een heel mooi plukje. Het is helaas 4 uur geweest en het is dus niet gelukt. Ik besef nu eigenlijk dat we gewoon helemaal hebben zitten shoppen voor een date outfit. Maar niet eens een date hebben.
smart. We konden zelfs geen date fixen via Tinder. Fucking Tinder. En in het echt was nog moeilijker, want het was koud buiten, niemand had zin. Dus ja, dat was niet zo nice. Maar goed, ik hoop dat jullie deze video als het nog leuk vonden. Like deze video als je het leuk vond. Laat in de comments weten als jullie nog meer 24 uur video's willen zien. En laat ook gelijk weten wat. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.